Nou, we kijken hier nu naar de trieste resten van een replica van de Katharina. En kunt u vertellen wat er is gebeurd? Nou, op een nacht was er een militair die waarschijnlijk stoned of dronken was. Maar die was hier gelegerd op een vliegbasis in Leeuwarden. En die kwam, s'nachts om 4 uur kwam hij uit de stad, een beetje verdwaald. Toen kwam hij hier terecht, in de Zwedingstraat. En heeft hij dat ding bij mij uit de kofferbak gehaald. En fotoalbum en alles erin gegooid. En toen in de brand gestoken. Zie, dat is... Ja, een zonde. Want dit is dus van het grote schip. Het grote schip is 10,60 meter. En dat hebben we gerestaureerd. En zie, dit zijn bijvoorbeeld de deurtjes die erin zaten. Die zaten hier. De deurtjes. U heeft alles tot in detail nagemaakt. Ja, ja, precies. Ja. Dat was echt... Hier heb je nou een stukje glas van deurtje. Hè? En dat snijwerk wat erboven zit, dat is allemaal bekleed met bladgoud. Echt 24 karaats bladgoud. Ja, echt tot in de puntjes. En hoe ontdekte u het? Ja, dat is 's nachts gebeurd. En ze probeerden mij wakker te krijgen door de brievenbus te schreeuwen en aanbellen, maar ik was niet wakker te krijgen, dus ik heb goed geslapen. Maar 's morgens lag er een briefje in de bus dat dit gebeurd dus was en ik moest de politie maar even bellen. Ja, zo is het gegaan. En waarom had u, als ik het vraag mag, het schip in de auto? Nou, ik had het ergens tentoongesteld had en dan had ik hem nog in de kofferbak liggen en ik dacht, nou, die 1 of 2 nachten, hij lag niet in het zicht, dat moet toch wel even kennen, want ik zou hem met mijn schoonzoon zou ik hem er even uithalen en dan in huis weer opstellen. Maar dat kwam er even niet van, totdat die militair hem eruit pakt. Ja, die had hele andere bedoelingen. Ja. Maar wat een idee om zoiets in effect te steken. Had hem dan meegenomen en had hem op marktplaats gezet. En nu? Wat gaat u doen? Gaat u... schip herbouwen of? Nee, ik ga hem niet herbouwen. Nee. Maar dat is zo'n werk om dit te maken. Dat is onvoorstelbaar. Ja, hoeveel uren heeft u erin gestoken? Ja, hoeveel uren? Ik dacht wel 5000 uren. Ja, dik jaar werk. Ja. En u heeft het privé gebouwd of, ja, of een museum? Of? Ja. Ik was ernstig ziek geweest en ik was blij dat ik er weer bovenop was. Ik dacht, nou, dan ga ik nog zo'n boot bouwen. Mooie afleiding. Hè? Dan zit je niet in de kamer te mijmeren. Hè? Dan hoef je nergens meer aan te denken. Alleen je gedachten goed bij zo'n boot. En ja, ik heb hem tot in de puntjes heb ik hem gemaakt. Echt, tot in de details. Ja. En is het mogelijk om misschien de schade op hem te verhalen? Nou, ik zal het proberen bij de Amerikaanse ambassade. Daar stuur ik dus die oplage van Telegraaf ook heen. En dan wordt hopen dat ze dat goed bekijken. Ja, dat is misschien wel een goed plan. En er zal naar een van de vliegbasis komen om dat even te beoordelen nog. Om echt te zeggen van, hier moet je wel even aandacht aan besteden, want dat was echt een prachtig schip. Want zo op een foto zie je die details zie je toch nog niet. Hè? Ik heb er zelfs prisma's in gemaakt. Prisma's, dat zijn lichtscheppingen in de boot. Hè? Die zijn vlak van boven en van beneden zijn ze scheef geslepen. En als hier licht in komt, dan valt dat in alle hoeken van de boot. Dus dan heb je overal licht in de boot. Hoe voelt u zich er nu onder? U stopt daar ziel en zaligheid in, een jaar werk. Ja, het is heel triest, maar ja. Ik wil er ook niet zodanig over in zitten dat ik er onderdoor ga. Nee, dat krijgen ze mij niet zo gauw hoor. Nee. Want als dat helemaal moeilijk is, dan bouw ik een nieuwe. Ja. Wat zou mooi zijn als er een wat compensatie komt. Ja. En wat denkt u zelf? Nou ja, ik had
15.000 had ik opgeschreven. Ja. Wat is dit allemaal? Deze foto's? Dit zijn allemaal foto's van het model ook. Ja. Zie je, dit is echt het begin. Hè? Eerst de kiel en dan alle spanten. En dan krijg je dus de deel eromheen. Ja, dat is veel buigerij en zo. En ja, en dan misten er ook heel veel foto's, maar die zaten in dat album. Hij heeft ook gevaren, zie ik. Ja, hij was radiografisch bestuurbaar. Ja. Als u nu wat tegen de dader mocht zeggen, wat zou u dan willen zeggen? Ja, waarom heb je dit gedaan? He, wat schiet je hiermee op? He? Ik zou het wel echt ook netjes in het Engels kunnen zeggen, ja. 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 Ik kwam best even spreken, ja. Ja. En misschien kom ik hem ook nog wel tegen. Als hij voor moet komen en ik mag daarbij wezen, ja. Wie weet. Dat is wel een optie. Stel dat mag, dan wil u dat wel doen. Jawel, ik zal niet in haren vliegen hoor, dat niet. Die man die is gewoon helemaal scheef geweest. Ja, ja. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Heel moeilijk.